Ik ben Jelle, ik ben 12 jaar oud. Ik loop de 30 kilometer voor de eerste keer. Hoi, ik ben Meerte, ik ben de zus van Jelle. Ik ben 15 jaar en ik loop dit jaar de 30 kilometer voor de tweede keer. Hallo, ik ben Rosanne, ik ben de beste vriendin van Meerte. Ik ben 15 jaar en ik loop de 30 kilometer voor de eerste keer. De jonge Beuningenaren zijn bijna klaar voor de Vierdaagse. Ik loop mee met de Vierdaagse omdat me wel een keer leuk leek. En ook omdat mijn oom nu 30 kon lopen en dan konden we samen de Vierdaagse lopen. Ik heb me voorbereid op de Vierdaagse door veel wandelmarsen mee te lopen met de Rosanne. Tijdens de wandelmarsjes kwam ik erachter dat ik een probleem heb in mijn lies. En daarvoor ben ik naar de fysio gegaan en daarmee doe ik nou dagelijkse rekoefeningen. Meerte heeft nog wel een paar tips om de eindstreep te halen. Ja, ik heb wel een aantal tips gehoord. Dat je goed moet drinken, veel water, op tijd moet slapen en goed moet eten, want dat je niet uitdroogt. Jelle, Meerte en Rosanne hebben er alle drie ontzettend veel zin in. Maar wat verwachten ze eigenlijk? Ik verwacht veel gezelligheid en dat het ook wel zwaar gaat worden, omdat 30 kilometer op zich niet niks is. Ook verwacht ik wel dat het misschien wat moeilijk kan zijn, maar dat het toch wel erg van ga genieten. En dat als ik er later op terugkijk, dat het toch wel een erg leuke herinnering is. Ik denk dat één heel groot feest wordt, omdat iedereen staat natuurlijk voor jou aan de kant te juichen. En alle mensen die meelopen met de Vierdaagse, waardoor je ook veel nieuwe vrienden misschien kunt maken. En ik hoop wel ook een beetje dat het wel een beetje zwaar wordt, dat je ook nog uitdagingen hebt.